Dagelijks komen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst aanvragen binnen om een familielid naar Nederland te laten komen. Om een verblijfsvergunning te krijgen, moet aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Eén belangrijke voorwaarde is dat de persoon die al in Nederland woont, voldoende inkomen heeft. Wanneer dat niet het geval is, komt het voor dat men via een zogenaamd gefingeerd dienstverband alsnog aan deze inkomenseis probeert te voldoen. Een gefingeerd dienstverband is een dienstverband waarbij de echte werkelijkheid afwijkt van de werkelijkheid die op papier wordt gezet. Vaak is het dan sprake van een werknemer en een werkgever die samenspannen. Dat doen ze bijvoorbeeld om een hypotheek te verkrijgen of in het geval van die ideeën om een verblijfsvergunning te verkrijgen voor een partner of familielid in het buitenland. Daar worden inkomsteneisen aan gesteld, dat soort vergunningen. En wat er dan vaak gebeurt is dat eigenlijk een niet bestaande situatie op papier wordt neergezet. Denk aan loonstroken, denk aan werkgeversverklaringen. En die worden dan ingediend bij zo'n aanvraag. Als er twijfels zijn over het dienstverband, dan stelt de IND samen met de inspectie SZ2 een onderzoek in. Nou, als wij het verzoek krijgen van de IND om een onderzoek te doen, dan gaan we allereerst kijken of de referent ook daadwerkelijk bij het bedrijf werkt. Ook gaan we kijken of hij daadwerkelijk het aantal uren werkt wat hij opgegeven heeft bij de IND. En als laatste gaan we ook kijken of het salaris wat hij opgegeven heeft bij de IND ook daadwerkelijk het salaris is wat hij verdient. En daarnaast kijken we natuurlijk ook naar andere arbeidsvoorwaarden. Nou, dat doen wij door een onderzoek in te stellen en een controle te houden. Daarin gaan we ook de administratie in, we bekijken die administratie. En uiteindelijk leveren wij een onderzoeksrapport af aan de IND. Het rapport van de inspectie SZ2 wordt door de IND betrokken bij de afweging of een verblijfsvergunning wordt ingewilligd of afgewezen. In veel gevallen wordt naar aanleiding van een rapport een verblijfsvergunning afgewezen, omdat er sprake is van een gefingeerd dienstverband. Als blijkt dat een werkgever zich schuldig heeft gemaakt aan een gefingeerd dienstverband, dan is er feitelijk sprake van valsheid in geschriften. En in dat geval onderzoekt de IND samen met de inspectie SZ2 of een strafrechtelijk onderzoek mogelijk is. Nou, bij een strafrechtelijk onderzoek worden de referent, de werkgever en eventueel ook de boekhouder als verdachte gehoord. En als er voldoende bewijs aanwezig is, dan wordt het proces verbaal opgemaakt. Nou, de officier van justitie beoordeelt vervolgens dit proces verbaal en kan een schikkingsvoorstel, bijvoorbeeld een taakstraf voorstellen of de verdachte dagvaarden.